Goedemiddag, fijn dat u weer naar ons Stadsjournaal kijkt. Straks een verhaal van toen. Een reportage over een heerlijke, gekke passie. Maar nu eerst vragen we ons af, waarom herdenken we eigenlijk? We zijn vandaag in Madurodam. Vandaag is het verhalendag voor de kinderherdenking. Dat is het startsein voor allerlei educatieve projecten vanwege 4 mei herdenkingsdag. Ooggetuigen en veteranen delen hun ervaringen aan de kinderen. Welkom vandaag op de verhalendag in aanloop naar 4 mei. 4 mei, dat is een belangrijk moment. Dan herdenken we om 8 uur 's avonds iedereen die iets gedaan heeft voor de vrijheid en die zijn leven gelaten heeft. Dat noemen we dan herdenken. En we denken er ook wel een beetje over na dat we zelf vrij zijn. Doen we 2 minuten, dat doen we hier op het voorplein. Misschien hebben jullie het al wel een keer meegemaakt of hebben jullie het gezien. Duizenden kinderen hier op het voorplein die de nationale kinderherdenking doen. En dat doen we, en dat heeft de ridder denk ik nog niet gezegd, op Madurodam, omdat Madurodam een oorlogsmonument is. George Maduro, dat is de naamgever van het park, is een belangrijke verzetsheld. En is uiteindelijk overleden in een concentratiekamp. En dat is wat hier ook is. En we noemen dat wel eens het vrolijkste oorlogsmonument ter wereld. Ja, het was een fantastische start van eigenlijk het hele aanlooptraject naar de herdenking op 4 mei. Prachtige verhalen. En je zag dat de kinderen die zaten echt met open mond te luisteren. Nou, dan hebben we het doel bereikt. En wat moet er nog meer gebeuren om meer kinderen hiervan op de hoogte te stellen dat dit moet blijven? Nou, vertel het vooral door. We zijn een aantal jaren geleden begonnen. Het is groter en groter geworden. En inmiddels zijn we echt de jeugdafdeling van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. En het is vooral vertellen door aan kinderen, aan kleinkinderen, aan achterkleinkinderen dat dit er is. En waarom het belangrijk is. En het is belangrijk om vrijheid niet als vanzelfsprekend te ervaren, te blijven bedenken dat daar offers voor zijn gebracht. Dat was na de Tweede Wereldoorlog natuurlijk duidelijk. En naarmate we verder komen wordt het steeds minder duidelijk. Nu met de Oekraïne wordt het weer een beetje meer duidelijk. En dan nu een belangrijk moment. Mathilde, jij bent een loco-burgemeester van Madurodam. Die ga ik naar voren vragen. En jij gaat iets overhandigen. Namelijk om alle kinderen van Nederland de mogelijkheid te geven om ook te leren wat we met elkaar doen op 4 mei. Hebben we een lespakket gemaakt die naar alle scholen van Nederland gaat. En met dit lespakket leren kinderen wat herdenken is, wat het voor hen betekent, hoe ze kunnen herdenken, welke rituelen en tradities daarbij een rol spelen en hoe ze zelf een herdenkingsmonument voorgeven. Zullen we daar ook voor te kijken? Doen we. En dit is het eerste exemplaar. En straks bij vertrek is er voor elke school ook, zijn er ook exemplaren van dit lespakket. Hoe kijk je er als militair tegenaan dat er ook mensen zijn die het ontkennen of bagatelliseren dat 40-45 een feit is? Ja, ik vind dat ingewikkeld. Militairen die zijn over het algemeen vrij straightforward. Volgens mij kennen we allemaal de geschiedenis, we kunnen het nalezen. Dus ik denk dat bij mezelf, volgens mij heb je ergens dan iets gemist. En als je 40-45 ontkent, wat ontken je dan nog meer? In alle gevallen is het denk ik voor iedereen duidelijk, of je het nou ontkent of dat je het niet ontkent, dat het belangrijk is dat we hier in alle vrijheid te kunnen zeggen wat we willen. Al is het maar dat we het ontkennen dat er iets geweest is. Dat is wat democratie en vrijheid is. En dat moeten we met z'n allen bewaren. En wij moeten dat verdedigen en dat doen we. Ondertussen houden de Duitsers razzia's. Hè. Dat zijn overvallen en dan stormen ze zomaar bij Joodse mensen hun huizen binnen. Vaak midden in de nacht. En dan pakken ze Joodse mensen, pakken ze dan op en die duwen ze in de vrachtwagens. En op een dag, als mijn moeder bij haar vader is, dan gebeurt dat bij hen dus ook. Ze moeten allemaal mee naar een plek, naar een hele grote zaal, waar heel veel Joden bij elkaar gestouwd worden. En daar, op die plek, is het natuurlijk verschrikkelijk. Het is er smerig, er zijn allemaal mannen en vrouwen, huilende kinderen, krijzende baby's, allemaal bovenop elkaar gepakt. Er is geen eten, geen drinken, geen wc's. Je kan je voorstellen hoe smerig het daar was. En daar moeten ze de hele nacht blijven en maar afwachten wat er gaat gebeuren.
En dan gebeurt er de volgende dag met mijn moeder iets vreemds. Er komt ineens een Duitser naar haar toe en die zegt dat ze afscheid moet nemen van haar vader en dat ze daarna naar buiten mag. En dan geeft ze vader, geeft ze vlug een zoen en dan gaat ze door een poort naar buiten waar haar opa op haar staat te wachten. Die is ook wel Joods, maar die heeft gewoon geen ster op zijn kleren geplakt en genaaid. Zij weet helemaal niet wat hij heeft gedaan om haar te kunnen redden en ze heeft het ook nooit aan hem durven vragen, want na de oorlog werd er niet meer gepraat. Maar haar vader zou ze dus nooit meer terugzien. Want mijn moeder is helemaal alleen uit de oorlog gekomen als meisje van 15. Als ik haar vragen stelde, wat is er met jouw familie gebeurd, dan schoot ze vol, zeg maar. Althans, als ik doorbleef vragen en dan stopte ik weer, want je wil je moeder geen verdriet zien hebben. En dan heb ik eigenlijk een vraag aan Sam. Wat jou, want Sam kent mijn moeder, zijn overgrootmoeder ook heel goed. Die noemt haar ook oma Helene. Wat heeft jou nou eigenlijk het meest geraakt aan het verhaal van onze oma, van jouw oma? Wat mij het meest heeft geraakt aan het verhaal van mijn oma was omdat ze Joods was, waar ze eigenlijk helemaal niks aan kon doen. Ze moest onderduiken en haar familie moest verliezen. Wat heel veel verdriet aan haar heeft gekregen, waar ze heel veel verdriet kreeg. En heel veel verdriet kreeg. Ja, dat. Ja. Het is enorm belangrijk om juist met kinderen te herdenken. En dat ze snappen wat wij op 4 en 5 mei doen. Dat het gaat om herdenken en vieren. Dat het gaat om hun vrijheid. Maar dat dat wel gekomen is dankzij andere mensen die ervoor hebben gezorgd dat de vrijheid weer terugkwam na de Tweede Wereldoorlog. Gaan jullie dat vaker doen, dit soort verhalen vertellen? Ja, zeker. Zij is op een gegeven moment, mijn eigen moeder dus, is in therapie gegaan. Op late leeftijd, was ze al in de 70, heeft ze geleerd haar verhaal te vertellen. Kon dat op een gegeven moment zo goed dat ze zelf naar scholen ging. Nu is zij te oud en nu is het aan ons, aan mij, haar dochter. En dus ook al inmiddels enigszins aan haar achterkleinzoon om door te vertellen. Dat is belangrijk. Nou, jongelui, voor de lui die mij niet kennen. Ik heet eigenlijk helemaal geen Joe Tennessee. Maar ik heet eigenlijk gewoon Joepie Thijssen. Maar als ik op het podium sta, dan noem ik mezelf Joe Tennessee. Nou, zoals de meneer net al aangaf, ben ik een jonge veteraan. Ik heb 22 jaar gewerkt voor de para's. Je zag net een mooie foto met lui die in vliegtuigen ingingen met zo'n mooie rugzak om. Dat is een parachute. Nou, dat heb ik 22 jaar gedaan. Ik heb meerdere missies gedraaid. En uiteindelijk heb ik zoveel ellende gezien dat ik niet meer voor Defensie kon werken. En hoe kiezen jullie de gasten? Nou, we zorgen dat we verhalen hebben die op hele verschillende manieren verteld worden aan kinderen. Dus de ene keer is het in toneelvorm. De andere keer is het een kind die het verhaal vertelt. We hopen nog steeds heel veel ooggetuigen te mogen ontvangen om het verhaal door te vertellen. En dat gebeurde vandaag ook. We hadden nog een verhalenvertelster. Dat was mevrouw Loes Steenhuis. Zij zou haar verhaal verteld hebben vandaag. Maar helaas hebben we te horen gekregen dat ze afgelopen weekend is overleden. Dus het is enorm belangrijk om juist die verhalen uit de Tweede Wereldoorlog nu nog door te geven. I'm proud to be a soldier. A strong belief in what is wrong or right. Standing shoulder to shoulder, side by side, we were willing to bleed and ready to fight. Niet bang zijn. Mensen denken dat ik anders ben. We zijn allemaal anders. Ik heb een beetje raar stem. Ik heb een krulstaart. Ik heb een rare kop op mijn hoofd. Mijn oren zijn nogal lang. Wat maakt het uit? Mensen zijn vreselijk. Maar jij bent ook een mens. We vinden jou wel aardig. Op de gemeentelijke YouTube-kanaal
vonden we een promotiefilmpje over de Japanse tuin. We bezochten een echte DAF-liefhebber die van zijn passie een soort beroep heeft gemaakt. Beste mensen. Ik zit nu in een hele mooie auto. Dan heb ik, de laatste keer dat ik erin zat, was ook in 1963 van de buurman. Maar ik zit in een Dafodil. En ik zit naast Fred Oosterlaan. Dat klopt. En Fred, vertel jij daar iets meer over? Want ik zie hier allemaal DAF'jes staan en ook nog DAF Volvo's. En vertel iets meer over je hobby. Ja, die is 36 jaar geleden begonnen. 36 jaar geleden. Toen wilde ik een DAF per se en toen was ik 23. Ja. En de meeste jongens van 23 die willen een motorfiets. Ja, of een Golf GT, maar ik koos een DAFje. Oké. Ja, dus ik was een beetje tegen de stroom wat inzwemmen en dat was natuurlijk wel iets heel raars. Maar achteraf na zoveel tijd begint het nu wel zijn vruchten af te werpen. Ik heb van mijn hobby mijn werk kunnen maken. Dus te gek. Mooie car niet, happy life. DAF, ja, de comfortabele en veilige manier van rijden. Vol automatisch. Want DAF heeft de modernste technieken toegepast om het rijden voor u zo veilig mogelijk te maken. De volautomatische koppeling is achter de motor geplaatst. Die koppeling brengt via de aandrijfas de variomatic in beweging. De variomatic bestaat uit een primair gedeelte en een secundair gedeelte. Achter de variomatic de veelgeroemde de Dion achterasconstructie die garant staat voor een perfecte wegligging. Dus je bent eigenlijk met één DAF begonnen? Ja, met één DAF begonnen tussen de tomaten bij mijn vader in de schuur. En, in Blijswijk? In Blijswijk, hier op deze plek. Ja, dat doen we al 97 jaar op deze plek. Zware werken en leven. Ja. En we hebben er om het werk heen altijd een hobby gehad. En, dit was leuk uit, buiten de noord. Maar wat vond je vader daar nou van? Want ben jij dan niet de tomaten ingegaan? Ja, ik ben de tomaten ingegaan totdat ik het op verantwoord vond. Ja. En dat was ook heel leuk. Het was een mooie tijd, leerzame tijd. Wat is het?
Dit is een DAF 600 pick-up. Een bedrijfswagen als ware van DAF. Ja, dat werd omdat de 600 je met succes hebt ontvangen. Moest er ook een bedrijfsauto van komen, een pick-up. Wow. Maar 434 zijn ervan gemaakt. Dus hij is wel echt zeldzaam. En heel zeldzaam. En hier zijn er nog 3 van over, wereldwijd. Waarvan dit de enige rijder er nog is. Maar meneer, is het een beetje uit de hand gelopen, zeg maar. Ja, toen het op een gegeven moment op de bloemenveiling stonden met een tentoonstelling dat er meer dan 20 stonden. Toen hadden mijn ouders pas in de gaten van, hè, heeft hij er nu al 20? 20? Ja, zat zo te tellen van, ja, ja, 20. Ja, ja, en mijn moeder had toen pas in de gaten van, nou, het is toch wel leuk, jongen, wat je doet. Dus ja, had er toch wat aandacht doorgegeven. Ze werd ook voor gebruikt voor tv-serie. En ook voor stukjes in de krant. In de krant. En de trouwrijksover werd het voor gebruikt. En Lievelee werd het een beetje weer gerehabiliteerd. Ah, ja, ja. Dus ik heel erg vergruisd merk. Hè. Nou, de PTT had groep ook besteldakjes. Nou, en daar is op dat moment waren bij de rak, bij de hek, de mobielcentrale. Ja. Is als ware die dat dak ontwikkeld. Dat ze dus de postbode die postzakken erin kwijt kon. Want bij de AMB hebben er maar 2 gereden. Want we snappen het niet, sinds achter er maar 2 HWB-dakjes zijn geweest. Maar bij de PTT, nou, ik denk wel meer dan 2000 of zo. Ja, die zag je heel vaak in de jaren 60. Ja. Deze. Was fantastisch, die PTT waar. Ook ja, van kleur natuurlijk. Wat is voor jou nou de lol? Het opknappen, het handelen, het kopen, nou, rijden? Het is meer het instand houden van het merk. En het overbrengen van de techniek. Dit komt ook weer jeugd na ons. Het is natuurlijk behouden van de cultuur die ooit in Nederland begonnen is. En ja, het is het cultuurgoed, hè, van Nederland. Nederlands cultuurgoed en het is natuurlijk puur Nederlands. Van Doornen, autofabrieken, ja. Eindhoven, Born. Maar de pick-up, ja, dat heeft wel het meeste charme. Om de openlaanbakker bij de boomkwekers, bij de boeren, melkbussen erin. En dan zo'n oud huifje erop. Zo, dit is een huifje erop, dat is fantastisch. Zo lekker lelijk huifje erop. Ja, en die kleuren in de jaren 70 kwam, dit was een van de laatste, dit is een 70er, dit is 61, dit is ongeveer 9 jaar tussen de eerste en de laatste. En ze hebben er na 70 maar een paar gemaakt. Ja. En hier zijn er ongeveer 1500 van gemaakt in de productie. Maar kan je iets vertellen over die allereerste DAF? Wat was dat? Hoe heette die? Dat was de DAF 600. Uit 1958 op de rij hadden ze die geïntroduceerd. Ja. In 1959 is de productie gelopen en die hebben ze ongeveer een jaar of 3 gemaakt. 3 jaar? Ja, maar er kwam wel gauw een opvolger met een zwaardere motor, want daar bleek wat te licht. Ja. En toen kwam er een wat zwaarder DAFje en in 1966 kwam de DAF 44. Ja, en dat was uit Zweden vandaan de postwagen, polyester, boten, buitenkant, met een stuur of rets, want in Zweden ineens top, wel ja, resten, weet ik ja. Verder is het op de kant. Ja. En de postbode was zo lui, dat hij de postzak aan naast wil staan en het schijfruimtje, dat hij buiten in die buitengebieden, de postbus kon vullen. Die man kwam die wagen niet uit, die deed dat gewoon. Hoppa. En ja, toen maakte ze ook wel elektrische auto's. Ja, is ook nog elektrisch gemaakt. DAF's volautomatische transmissie maakt het rijden tot een waar genoegen. De keuzehendel in de stand voor of achteruit. Starten. Gas geven. Het motortoerental neemt toe. Via de automatische koppeling en de aandrijfas komt de variomatic in beweging. Door het toenemende toerental worden de 2 centrifugaalgewichten naar buiten geslingerd. Hierdoor worden de schijven in het primaire gedeelte naar elkaar toegedrukt. De aandrijfriem moet nu op een grotere diameter gaan lopen. In het secundaire gedeelte gaat de riem tegen de veerdruk in op een kleinere diameter lopen. Hoogste versnelling. Ja, en dan heeft hij ook een groot stuur, hè? Ja, een groot stuur. Dus hij was ook lekker licht. En hij werd natuurlijk al heel gauw bekend bij de wat oudere mensen. Die dus toen voor het eerst pas een rijbaars hadden. Ja. Die kochten een DAF. Dik gaan lopen, hè? Zijn dus de riem. Ja. Ja. Dit was de riem van de 44 5. Ja, dat ze de Charatel noemden. Ja? Ja. En dit waren dus, als dit brak,
Als de riem dus de riem dus van midden, nou dat gaf een klap, jongen. Ja, ja dat kindje wat achterin zat op die sokse rem, zapentandjes. En dan ging hij vaak op één wiel werd hij nog maar aangedreven. Dus het was, als je gas gaf, ging hij naar rechts. En als je los, die ging het gas naar links, had hij op één wiel. En we konden toen roken erin, hè? Twee achtbakken erin. Helemaal nog ook in die tuin. Rook in de auto. Ja, dan gaat het zo open. Kijk, ja. Dat is dit, man. Ja, kijk eens hier. Ah, ja. Kastje. Dan kon moeder de vrouw alles instoppen. Daar ging je de sleutels in. Het leukste is dat voor, als die, die oude dametjes, die hingen hun tasje hier aan. Ja. Die trokken die choke uit. Hingen ze het tasje aan. Oh ja. Maar wat gebeurde er dan na 5 kilometer? Dan ging die DAF natuurlijk dood. Want als je de choke moet je terugdouwen, maar dan viel de tasje eraf. Hoe is dat logo nou ontstaan voor de DAF? Nou, dat was eigenlijk op een heel rare manier gegaan. Ja. Die Van Doornen kwam binnen op de ontwerptafel en die zei tegen die meneer die daar aan het ontwerpen was, van joh, er moet een logo ontworpen worden. Ja, natuurlijk. Maar er moest nog meer ontwikkeld worden dan alleen dat logo. En die man die zat in de stress en die wilde naar huis. En op een gegeven moment dacht hij, nou oké, dan maar een ijzerdraadje buigen. En op de motorkap gedrukt. Dus de volgende dag komt hij op het werk. En Van Doornen liep s'morgens eerst met zijn sigaretje door de fabriek. Ja, ja. Die komt op de ontwerptafel en die ziet dat ijzerdraadje gebogen DAF. Briljant! Nou, dat was het weer. Vertel over die mooie auto die weer wil. De Cabrio, ja. Kleur ook, een heel sexy kleur, hè? Ja, ja. Ja, en dat maakt ook de auto zo speciaal. Het is wel een moderne rood, maar ja, in die tijd had je toch ook alweer GFC, had je die kleuren. Ik vind het wel een mooie auto. En hij is eigenlijk zo uniek dat er maar een stuk of, nou, zullen nu zo ronddraaien, 15. En die rijden nog rond. Ook zo. Ja, ja. Maar we hebben ze. Hij kan dus, het is een cabrio, maar kan dicht. Hij kan dicht. Dan, hij kan dicht, ja. Hij heeft een regenjas. Ah, hij heeft een regenjas. Ja, 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 ja. Dus een frameje uitklappen. En weer dat logo, hè? Weer dat handgeschreven logo. Ja. Die, ja. Een prachtig verhaal dat ze. Ja. 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 En voor de export moesten dus kniplichten in zitten. En die zitten nu nog in de ijsjes, die dopje, dat lijkt heel veel op die Ola-ijsjes. Ja. Ja. En Fred, de auto waar we nu hier zitten, want die is, nou ja, ik bedoel, hij ziet eruit als nieuw. Ja. En hoe lang ben je daarmee bezig mee geweest? Nou ja, voordat je hem is binnen hebt. Opknappen. Ja, de opknappen, ja, je bent zo 2 jaar verder. 2 jaar? Ja, ja, maar dat is dus elke keer een stukje, dus omdat ik alleen maar op die auto zou gaan zitten. Ja. Maar het is, laten we zeggen, we zijn nu bezig. Je moet dus, laten we zeggen, eerst alle gaatjes dichtlassen, alles vervangen, alles weer netjes richten. En de bekleding vinden, zelfs het embleem in het stuur, alles moet je weer zien te vinden, ja. Want het is vaak toch kapot. Ja. En dan moet hij naar de spuiterij. En dat heeft een proces, dat moet allemaal langzaam gaan, dat moet uitdampen, allemaal niet zo snel. Want ik wil dat hij over 30 jaar nog mooi is. Ik zag hem dus 36 jaar geleden als een van de weinigen in de omgeving hier, dat ik ermee begon. En ik kom echt uit de Mercedes en de Cadillac familie. Ja. En mooie, leuke auto's. Ja, ja. Kom nuchter. Maar wel maar toen begon met DAF. Nou, mijn opa was 88. Die zei, joh Fred, ik ga met jou echt niet mee. En toen zaagde ik het dak eraf. Toen maakte ik er een cabrio van. Nou, mijn oma, die heb echt tot, ze was zo gek als een deur. Maar ze ging altijd mee, die DAF. En mijn moeder ook. Iedereen ging op een gegeven moment, heel de familie heb ik aangestoken met het virus. Leuk. Dus het is echt een DAF-virus. Zo is het een beetje. Oké, okay, dankjewel. Deze reportage was speciaal ingekort voor de uitzending. Het geheel kunt u vinden op onze website. De linkjes staan in onze nieuwsbrief. Het is zo, als je niemand verwacht, is het altijd verdacht. Dus, wat zou verzinnen? Laat ze niet binnen. We sluiten af met een verhaal uit het archief van Stichting Haagse Herinnering. Kind van Indië in de bomenbuurt.
Ik werd geboren op 11 maart 1929 op Java. Mijn vader was benoemd door het Departement van Onderwijs en Eredienst tot onderwijzer eerste klas van het openbaar lager onderwijs te Slawi op Java. Wij mochten om de 6 jaar met verlof naar Nederland. Samen met mijn ouders en mijn jongere broertje Frits logeerden we bij de familie Brouwer in de Antonie Heinsiusstraat 95. Onze baboe Soepina moest er ook bij, dat was wel gebruikelijk toen en erg makkelijk, want altijd een oppas. Je laat als klein kind alles maar op je afkomen. Je moest op bezoek bij oma's en opa's en wildvreemde tantes die je op schoot wilden nemen. Heel erg vond ik dat. Gelukkig was er mijn nichtje Margreet om mee te spelen en neef Frank. Zie Prank, zei Soepina, en mijn broer Frits was Zie Priet. Wij wandelden veel in de bosjes van Poot en langs de Haagse Beek. Frits, mam en ik met op de achtergrond de Westduinkerk, waar Albert Heijn ons nu het dagelijks brood geeft. En ezeltje rijden aan het strand. Hier met baboe Soepina. Wij zand scheppen en zij oppassen. En met de familie zaten we op het duin. Van één voorval weet ik nog goed dat ik er een hoofdrol in had. Wij zaten daar in het bosje lekker te spelen. De oudjes op het gras. Mijn tante riep plotseling, ach, nou is het toch jammer dat ik mijn breikous vergeten ben. Toen ik dat hoorde, ben ik spontaan terug naar huis gelopen om het te halen. Soepina was toch thuis en ik was zo weer terug. Maar de hele club was in rep en roer, luid roepend en zoekend naar mij. Gek hoor, vond ik achteraf, ik wist de weg toch. Mijn vader werd benoemd als hoofd van de lagere school in Fort de Kok, nu Bukit Tinggi op Sumatra. Tot over 6 jaar, zeiden we, maar dat was mis. In 1942 vielen de Jappen binnen en keerden we na het kamp pas in 1946 terug bij de familie Brouwer in Den Haag, nu op de Thomsonlaan. Met z'n achten op die kleine bovenwoning. Het huis was overvol en mijn broer sliep achter de piano. Hij was 15 en ik toen 17. Mijn vader ging terug naar Indië, lesgeven in Batavia. Mijn moeder bleef bij ons en wij gingen naar de Dalton HBS. Ik was daar doodongelukkig met al die sprietige meisjes. Ik had er moeite mee na die tijd in het kamp, in de Rimboe, en met een grote leerachterstand. Ik was totaal van slag. Mijn leven kwam op zijn pootjes terecht door de liefde. Ik leerde mijn man kennen en hij hielp mij met mijn apothekersassistentendiploma. We kregen 3 zonen en nu woon ik alweer 50 jaar op de Thomsonlaan. Ik voel me hier thuis. Ik ben nooit meer in Indië terug geweest. Ons half uurtje is alweer voorbij. Kunt u nou niet genoeg krijgen van ons programma? Bezoek dan eens onze website voor nog veel meer.